Hey, wij zijn Team Hangop en je kijkt naar Wat Gebeurt Er Next. Olé. Met de ketting van Elias. Is dat nieuwe? Nee, ik heb hem erin geklopt terug. Was hij eruit dan? Ja, komt er iemand anders. Door Jamie? Nee, nog iemand anders. Ja, de ketting, ja. Die ketting wou ik heel graag in mijn reet stoppen. Ja, wie heeft die ketting niet gehad van Elias? Er zijn drie meisjes voor Elias zijn Italiaanse shanks gevallen. Voor wie is deze ketting? Volgens Elias was het zo, als iemand die ketting omkreeg, dan was die persoon van hem. Ja, op het strand. God, dat dacht ik echt. Meen jij dat? Hij doet dan zo die ketting zo bijna over mij, voor belachelijk te doen. En dan doet hij die zo over Jesse, dan dacht ik zo. Hij deed meteen alsof dat ik zijn bezit was. Meteen de eerste dag, toen dacht ik even van wow, dat gaat niet gebeuren. We waren wel een beetje een soort koppeltje geworden in het huis, maar er is geen boom, chocolade gebeurd of zo, nee. Elias was er eigenlijk maar voor één ding en hij ging het bij mij niet krijgen, dus daarom dat hij af en toe bij iemand anders probeerde. Renske. Ik dacht, wat de fuck gebeurt hier nou weer? Ik was wel op een gegeven moment toch wel aan het denken van, kijk, ik moet toch wel even terug in de game komen. Dat je dan toch wel dacht van, kijk, fuck it, ik gooi wel even de ketting om bij haar. Deze jongen, die springt gewoon echt, ja, die springt op Renske vanavond. Die trekt ze helemaal in elkaar gewoon. Dat ze morgen opstaat en denkt van, fuck. Shit, en daarna... Heb je dan nou eigenlijk seks mee gehad, ja of nee? Nee. Nee, hè? Nee. Dat zegt iedereen, maar dat is ze niet. Fucking Jesse, Renske, Angelica Wong niet. Wat? Je hoort nu toch aan Angelica? Nee, jongens, zie je. Jawel. Nee, jawel. Jasmine. Dit is voor jou. Kut. Oh, fuck my life. Ik heb best wel voor het laatst verwacht, hè? Ja, duh. Duh. Echt schande. Ik schaam me zo hard. Hoe kon ik zo blij zijn? Voor zo'n fucking ketting was ik heel die tijd dronken. Elke bitch in de villa heeft die ketting aangehad. What the fuck was er dan nog zo speciaal aan? Dus ik schaam me echt dood dat ik die ketting heb aangenomen. Vind je dat nog altijd een goede actie, die ketting? Ja man, iedereen wil hem hebben. Nee, ik vond het echt niet jammer dat ik de ketting niet kreeg. Mooi vond ik die ketting niet. Een beetje goedkoop. Voor mij is die ketting niks waar. Dus mij boeit het ook niet hoe duur het is. Ik had hem zo de zee ingegooid. Misschien een armbandje of zo, dat is nog wat subtieler. Of een ring. Weet ik veel. Maar niet een ketting om iemands hals heen doen. Dat is gewoon echt neerbuigend. En je hebt dus zo van die machientjes waar je een euro in moet doen en dan zo draaien. Volgens mij kwam hij zo uit een balletje. Elias! Hoeveel kostte die ketting? Echte goedkope kermisketting die je wint als je een eentje hebt gevangen. Ik weet niet waar die ketting van Elias is. Ik denk dat Jasmine hem een tijdje heeft gedragen, maar volgens mij draagt Elias zijn ketting gewoon zelf nu. Ik heb gehoord dat Elias alweer een nieuwe chick heeft, dus waarschijnlijk hangt hij daar weer rond. En volgende week hangt hij weer rond iemand anders. Dus mij interesseert het eigenlijk niet waar die fucking ketting is. Vond je deze video helemaal geweldig? Zeker abonneren. Als je ze aan mij wil vragen, vraag het me. Comments. En de volgende video, hier klikken. Peace out.